Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ik heb gisteren niet gevlogd. Ik weet het al niet meer, want ik heb te veel aan mijn hoofd. Goedemiddag, ik heb gisteren niet gevlogd, ik weet het al niet meer, want ik heb te veel aan mijn hoofd. Ja, mijn vriendin die is dus overleden, daar heb ik een kaart van gehad, dat ze dus overleden is. Frodo die had er net, nou lopen te janken, daar heb ik toevallig met mijn andere mobiel opgenomen. En heb ik naar Karin toegestuurd, maar hij liet me toch te blaffen, gewoon door de pijn. Ik moet ook straks... 3:15 bij de dierenarts zijn. Hij zoekt mij maar op, hij wil bij mij blijven. Dus ja, daar moet ik ook rekening mee houden. Dus de stoelen staan van de eethoek af, die staat daar, daar zit Ewin nou op. Die staat hier, zodat meneer ruim baan heeft. Hij weet gewoon met zichzelf geen houding meer te geven. Hij is van zichzelf moe, met al dat geblaffen wat hij daarnet heeft gedaan. Maar in ieder geval, ik zou jullie op de hoogte houden, dus ja, ik vertel het maar even. Ik ben zelf ook hartstikke moe door. Maar ja, wat wil je, hè? Het gaat je door merg en been. Daar mijn been, hier weer aan de kant. Hij moet ruim baan hebben. Ja. Maar ja, gewoon weer welkom bij een nieuwe vlog ook van Corina en de Beestenboel. En ja, ook dieren kunnen pijn hebben, net als wij mensen. Het is gewoon vreselijk, dit is erg. Wij kunnen beter wat mankeren dan een dier. Een dier die weet zich niks. Ik kan het niet vertellen, maar ik weet dan wel wat het is. Het is zover ik weet één oor. Ja, ja, ze komt zo, schat. Ja, Rebecca die brengt ons, wat lief, hè. Ja, die gaat mee. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Het is hier donker, triest, grijs en grauw. Het is geen fijn weer, echt niet. En het is ook vandaag de crematiedag van mijn vriendin, ook dat nog, ja. Tenminste, zover ik weet wel. Ik ga even kijken. Ja, 15 november. Dat geen tijd bij te schoon in besloten kring. Dus ja, dat is dus vandaag al gebeurd. De familie zit bij elkaar, uiteraard. En in gedachten ben ik ook natuurlijk bij hun aanwezig. Net zo min als ik met Frodo bezig ben. En net zo min als ik ook met Karin bezig ben, die ook pijn heeft aan haar oor. Die heeft oorpijn. Ik hoop dat het met haar nieuwe geneesmiddel het gauw en snel over mag gaan. Dan is ik zelf nog met mijn gehoest en geblaf en gedoe. Maar dat komt ook wel weer goed. Dan begin ik ook weer. Had ik het nou maar niet gezegd. Maar ja, nou ben ik ook van een paar verschillende apps op Wat is App lid. Het gaat allemaal over dit gebeuren, dat vloggen, maar ik snap er even helemaal twee keer niks van. Kan komen omdat ik mijn hoofd ergens anders heb, ik weet het niet. Maar ik laat het nog mooi voor wat het is. Ja, dus een bekiekend maak voor vandaag. Ja, allemaal, stuk voor stuk. Mijn diertje gaat voor, .nl, ja. En dus, nou, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag en ik hou jullie op de hoogte. Ik zou zeggen, tot later. Nou, lieve vrienden, helaas, Frodo is ingeslapen, die is naar zijn baasje toegegaan.
Ik heb een klein stukje film gedaan bij de dierenarts, maar niet alles, want dat kon ik zelf niet. Ik heb heel veel verdriet. Nou heb ik mijn hondje ook kwijt. Ik heb eigenlijk mijn poezenbeestjes nog 2 stuks. Eeuwen en Gandalf. Dus ja, dat weten jullie. Dus ja, weer een diertje minder in mijn leven. Het is wat. Lieve vrienden, ik zou zeggen tot later.